Hier in Nederland, ons geliefde vaderland, hebben wij veel mensen op een klein stukje grond. 16.982.754 om precies te zijn. En er komen er steeds meer bij. Enorm gezellig zou je misschien denken, maar dit is niet het geval. Hoe meer mensen erbij komen, hoe minder we met elkaar praten en hoe meer we langs elkaar heen leven. En hoe komt dat nou? Dat ga ik u vertellen. Het komt door gebrek aan communicatie. We praten niet meer met elkaar en wisselen geen woorden meer uit. En dit heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Als we in een trein zitten, kijken we niet meer naar elkaar, maar we kijken naar ons mobieltje. Er kan geen glimlach meer van af en een praatje maken gebeurt al helemaal niet. Of denkt u eens aan een concert. Iedereen wil het op video, maar geniet hierdoor niet meer van het moment of het samen zijn met anderen. Maar stoort u dit niet? Vindt u het niet vervelend dat we zo op onszelf zijn gericht? We weten allemaal dat dit een probleem vormt, maar we doen er niks aan. En hier moet verandering in komen. Mensen gedragen zich steeds individualistischer. We werken niet meer samen. Wat u toch gek in de oren zou moeten klinken, omdat wij als organismen sociaal zijn aangelegd. We hebben elkaar nodig en zonder elkaar kunnen wij niet overleven. En toch gebeurt het. Mensen nemen beslissingen zonder die te overleggen met anderen, raken hierdoor in de problemen, krijgen ruzies en in een extreem geval kan dit leiden tot oorlog. Oorlogen beginnen net als alle andere misverstanden omdat we niet goed met elkaar praten. Dit kan makkelijk opgelost worden. En ik hoor u denken, niet alle oorlogen kunnen worden opgelost door diplomatiek of praten. En nee, hierin geef ik u gelijk. Maar door te communiceren gaan wij stapje voor stapje op weg naar een beter Nederland en stapje voor stapje op weg naar een betere wereld.